Het Instituut voor de Opleiding van Leraren, IOL, heeft vanmorgen diploma's uitgereikt aan afgestudeerden van de studierichting Health Education. Deze opleiding ging in 2007 van start en vanwege de noodzaak om binnen de gezondheidssector meer voorlichting te bieden. Melissa Venetiaan, directeur van het IOL, is trots op de groep die deze opleiding heeft afgerond. Ze weet dat de afgestudeerden bloed, zweet en tranen hebben gelaten. Venetiaan geeft aan dat het heel belangrijk is om een studie af te ronden. Dat papiertje is niet zomaar een papiertje. Het is een papiertje waar je bloed, zweet en tranen voor hebt moeten vloeien. Ja toch? En jij weet van binnen wat je waard bent. Niet dat blaadje. Andere mensen gaan straks zo kijken naar dat blaadje. Jij weet wat je waard bent. Jij weet wat je ervoor hebt gedaan. En jij weet wat jij gaat betekenen voor onze Surinaamse gemeenschap. Want daarvoor hebben we het gedaan, toch? Want jullie hebben al meestal een beroep. Jullie zijn of al in het ziekenhuis, of bij de labafdeling, of noem maar op. Er zijn, bij het leger zelfs zijn er een aantal van jullie. Maar jullie weten allemaal dat het ontzettend belangrijk is om de gezondheidsinformatie naar de wereld te brengen. Niet alleen maar naar onze Surinaamse gemeenschap, naar de hele wereld. Diana Boomgaard, opleidingscoördinator Health Education, zegt dat de afgestudeerden het hebben overleefd, want even leek het erop dat het schip zou zinken. Zij geeft aan dat het niet makkelijk was om deze opleiding op te starten. Na heel veel vallen en opstaan en allerlei djugu-djugu's hebben we gedacht, wat gaan ze doen? Sommige mensen hebben het losgelaten, anderen weer, net als wat ik zeg, het leek alsof het schip zong, maar net als wat ik u zeg. Ik zal geen mevrouw Boomgaard heten, want health education, gezondheidszorg, dat zijn de twee belangrijkste speerpunten in Suriname. Even op gezondheidszorg, even op verpleging, aboto e sungu. Wij moeten ervoor zorgen, mensen, dat we mensen gaan voorlichten en mensen ook mede gaan helpen. Ga niet het diploma, neem niet het diploma en denk, I'm a bang, bah, dus no more Jerry. Mensen, nederigheid, respect en helpen een ander aan te sturen en te begeleiden is van jullie een vereiste. Ga niet met het diploma zwaaien en denken van, ik ga nu de scepter zwaaien. Neem een ander mee. De opleiding Health Education stopt na een periode van 15 jaar. In de 15 jaar zijn er maar 64 personen afgestudeerd. En dat is een kwalijke zaak, zegt Boomgaard. Deze groep krijgt de status van Bachelor of Education in Health.